Tekort aan arbeidskrachten dwingt vele boeren tegenwoordig om zelf de hand aan de ploeg te slaan. Hetgeen natuurlijk veel tijd vergt. Maar de landbouwer Cornelis Sieling uit Mélestant op Goeree Overflakke heeft voor dit probleem nu een oplossing gevonden. De Agri-robot die de heer Sieling heeft ontwikkeld is de eerste en enige volautomatische ploeg ter wereld. Er bestaat al in vele landen grote belangstelling voor. En dat hoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt dat de machine aan het einde van de akker helemaal uit zichzelf aan een nieuwe voer begint. De boer kan wel naar huis gaan, want de ploeg, hij ploegt wel voort. De besturing geschiet automatisch door middel van een geleidewiel dat loopt in de voer die de machine bij de vorige rit heeft getrokken. Het enige wat de boer bij de aanvang van het werk heeft te doen is een begin voorploegen en aan beide zijden van de akker een greppel graven. Zodra het tastwiel dat aan voor- en achterkant is aangebracht de greppel voelt, wordt de aandrijving elektrisch omgeschakeld, waardoor de ene ploegschaar wordt gelicht en de andere het werk gaat doen op de terugweg. Men kan de ploeg op elke gewenste plaats laten stoppen door er een stok in de grond te steken. Want zodra een gevoelige arm deze stok raakt, slaat de machine af. Kortom, een unieke vinding.